We zijn hier in het Amotterbos in Assen. We hebben hier onderhoud gepleegd in het Amotterbos. De onderhoud heeft nogal wat voet en aarde gehad. Met zware machines hebben we hier bomen geveld. Zoals je kunt zien, de paden zijn behoorlijk beschadigd en die worden in de loop van de tijd wel weer hersteld. Door bomen weg te halen, creëren we meer ruimte op de bodem. Meer licht op de bodem biedt meer kansen voor natuurlijke verjonging van jonge boompjes. Het lijkt misschien wel een kaalslag eerst, maar goed, als je door het bos kijkt, zie je natuurlijke verjonging. U kunt hier zien dat hier een boom is weggehaald. Er ligt nog een stapel takken. Die takken zijn eraf gehaald door een grote machine en daardoor liggen ze op hopen. Maar dat geeft niet, dat is weer voedsel voor het bos en de vogels kunnen daar in het voorjaar ook weer nestgelegenheid in aanbrengen. Hier hebben we Douglas weggehaald. Ten behoeve voor deze inlandse eik, want we gaan hier voor inlandse houtsoorten. Daarachter staan weer berken, jonge Douglassen en lijsterbessen. Als men verder naar boven kijkt, zie je hoeveel ruimte gekomen is boven in de kruinen. De fijnsparren die we daar zien, die hebben alweer dennenappels, waardoor die in het voorjaar weer gaan losknappen en waardoor de zaden weer op de grond komen, waardoor we weer natuurlijke verjonging krijgen. Die dode boom die daar op de achtergrond staat, die kan blijven staan, want die is niet gevaarlijk voor het wandelend publiek. En het is een mooie boom voor de spechten. We staan hier bij een omgewaaide fijnspaar. Deze boom is een paar jaar geleden omgewaaid. En doordat die boom omgewaaid is, is er licht op de bodem gekomen. En daardoor kunt u hier zien hoeveel jonge bomen weer de ruimte krijgen hier. Bij de werkzaamheden zijn er sommige kleine bomen gesneuveld. Zoals hier kunt u zien dat er een aantal bomen, daar zijn de toppen uitgeknakt. Maar dat is gekomen omdat de boom is gevallen. Zijn de takken hierop terechtgekomen. Maar dat is niet erg, want hier staan ook nog genoeg andere bomen die wel de ruimte straks weer krijgen. Waardoor weer een goed jong bos ontstaat. Het Amotterbos is een geliefd wandellocatie voor de aanwonenden hier. Voor de veiligheid gaan we binnenkort deze eiken, de dode hout, er ook naar uithalen. Voor de veiligheid.